Hulpdiensten zijn gisteravond massaal aanwezig om een eventuele explosie te voorkomen. Wesley woont vlak naast de verwarde man. Op een gegeven moment worden we gebonk, dus ik ga kijken. Ja, en ik zie in één keer heel veel politie. En ja, mijn vrouw maakte ik wakker. En ja, toen zei, ga je eigenlijk een beetje kijken. En ja, daarna werden we gesommeerd door de politie om ons huis te verlaten. Omdat er explosiegevaar zou zijn. Ja, wat denk je op zo'n moment? Ja, pak je kinderen, pak je dieren en wegwezen. Volgens een buurvrouw woont de man pas sinds kort aan de Baltimore Hof. Ze doet anoniem haar verhaal, omdat ze bang is voor hem. Toen hoorde ik ze zeggen van hij gaat de boel opblazen. Nou ja, toen wist ik niet hoe snel ik weg moest komen. Dus heel erg beangstigend. Ja, echt enorm. Het was echt heel confronterend en ik was echt doodsbang. Ik heb hem alleen hier toen met Oud en Nieuw gezien en toen vond ik het al een aparte snuiter. En voor de rest heb je daar geen contact mee. Een onderhandelaar van de politie probeert de verwarde man te kalmeren. Als dat niet lukt, vallen zwaar bewapende agenten de woning binnen en wordt de man gearresteerd. Aan wie ik het ook vertel, dan heb ik al, ben ik gewoon helemaal over mijn toeren nog en huilbuien. En ik ben helemaal aan het trillen ook. Ik vind het echt doodeng. Ja. Dus het gaat nu niet, helemaal niet goed, zeg maar. Voor mijn eigen, als ik alleen zou wonen, dan maakt het niet zoveel uit. Maar met kinderen erbij, ja, daar word je gewoon niet vrolijk van. Je moet je kinderen uit bed trekken om je huis uit te vluchten. Dat is, daar word je niet vrolijk van. De brandweer heeft de woning doorzocht, maar er zijn geen explosieven gevonden. De 54-jarige man krijgt hulp aangeboden.